Forum Kifu Tamara Village is dit jaar voor de derde keer georganiseerd. Een activiteit voor kinderen en ouders welke elk laatste weekend in de maand augustus georganiseerd wordt. Hierbij worden de pupillen middels educatieve activiteiten zaken de jeugdrakende bijgebracht. Sociale vorming is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Aangezien Suriname wereldwijd het voorbeeld is van een geslaagde multireligieuze, multiculturele, multietnische samenleving, hebben onze jongeren behoefte aan een brede cultuuroverdracht, waaronder kennis van onze eigen tradities en moraal. Deze cultuuroverdracht vormt hun persoonlijkheid en bereidt hen tegelijkertijd voor op het functioneren in een democratische samenleving. Het onderwijs biedt jongeren kennis en vaardigheden aan en stelt hen in staat om hun eigen standpunt te bepalen ten opzichte van maatschappelijke ontwikkeling en discussies. Vorming en kennisoverdracht horen bij elkaar. Het een kan niet zonder het ander. En daarom moeten wij als beleidsmakers en samenleving, niet alleen de cognitieve prestaties erkennen, maar meer nog de creativiteit, vermogen tot samenwerking, veerkracht, positieve nieuwsgierigheid, innovatie, doorzettingsvermogen, kortom, het bevorderen van kennisvergaren en karakteropbouw. Kweken van een gezonde samenleving. Het bevorderen van sport en spel draagt bij aan de ontwikkeling en gezondheid van kinderen en jongeren. Het van jongs af aan aanleren van gezonde levensstijl, gezonde voeding en een gezond bewegingspatroon leidt tot gezonde en gelukkige samenleving. Ik beijver me er daarom heel specifiek voor het introduceren van gezonde schoolvoeding. Tegenwoordig zijn computers niet meer weg te denken in onze samenleving. Internet is tegenwoordig ook niet meer weg te denken uit het leven van jongeren. Vooral de jongelui zijn veelvuldig te vinden, met name op social media. Het lijkt alsof internet een hele grote internationale speeltuin is geworden voor jong en oud, waardoor hij nauwelijks en geen lichamelijke beweging meer heeft. Het voorgaande kan niet zonder begeleiding en controle van ouderen. Maar waarom beweging? Dagelijks voldoende lichamelijke beweging is essentieel en fysiek voor de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en het aanleren van een actieve levensstijl. Het heeft ook effect op de ontwikkeling van de hersenen en leert betere sociale vaardigheden ontwikkelen. In groepsverband spelen en bewegen draagt bij aan contact met leeftijdsgenoten en leert om samen te beleven en om samen te spelen. Ook leren de kinderen door middel van bewegen om af te stemmen op elkaar, geduldig te wachten op hun beurt en respectvol met elkaar om te gaan. Mijn boodschap aan jongeren is respect voor elkaar. We leven in een multiculturele samenleving. Dat wil zeggen dat tolerantie en respect zeer belangrijk zijn voor onze samenleving, zodat iedereen gelukkig en blij kan zijn. Het zijn termen die veel meer inhouden dan men denkt en grote gevolgen, positief of negatief, kunnen hebben. Tolerantie en respect zijn de basiseigenschappen in een democratische maatschappij. Helaas merken we dat tegenwoordig het pesten bij jongeren onderling toeneemt. En vooral op de scholen. En natuurlijk ook op internet. Pesten is iets anders dan plagen. Plagen is een onschuldig grapje, een opmerking. Maar pesten is opzettelijk uitschelden en pijn doen, lichamelijk en geestelijk. En bedreigen van een persoon waarbij degene die gepest wordt zich meestal moeilijk kan verdedigen. Jongens en meisjes, respect brengen voor elkaar moeten we allemaal, en zeker in onze samenleving, willen we onderling goed met elkaar omgaan. Leren hoe je de inspanningen, prestaties, vaardigheden, meningen, eigenaardigheden van anderen kunt respecteren, zorgt ervoor dat je een gelukkig en succesvol leven kunt leiden.
Jezelf respecteren kan ervoor zorgen dat jij de toekomst met zelfvertrouwen tegemoet kunt treden en ervoor kunt zorgen dat je anderen met net zoveel respect behandelt als jezelf. Tot slot, jongens en meisjes. Want ik begrijp, jullie willen gaan fietsen natuurlijk. Ik hoop dat jullie een hele, hele fijne tijd zullen hebben. Ik wil de organisatie Bromki Futamara wil ik complimenteren. Op de eerste plaats dat ze een bijdrage leveren bij de ontwikkeling en vorming van onze kinderen. En ten tweede voor jullie opzet hier, voor de organisatie. Ik wens jullie een hele, hele, hele fijne middag toe en heel veel fietsplezier. Dankjewel. Bromki Futamara Village wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd. Het is een activiteit voor ouders en kinderen, eigenlijk eerst voor kinderen en dan voor ouders. Elke laatste weekend in de maand augustus in de vakantie. Het is niet alleen maar een vakantieactiviteit, maar het is ook een activiteit waarin we eigenlijk iedereen die iets wil leren of iets te bieden heeft aan kinderen bij elkaar willen brengen. En dat kunnen natuurlijk ook leuke dingen zijn, ook spelletjes en allerlei leuke activiteiten, maar ook educatieve activiteiten bij elkaar willen brengen. En we dan de gemeenschap uitnodigen om te komen zien van hé, dit is wat Suriname allemaal te bieden heeft aan kinderen. Dus laten we niet meer zitten en zeggen hé, er is niks voor mijn kind en mijn kind kan dit niet en mijn kind kan dat niet. Iedereen kan een paar vriendjes bij elkaar halen en zeggen oké, is goed, kom laten we een voetbalclub in de buurt bij elkaar roepen. Want je hebt vriendjes die hetzelfde willen. Dus eigenlijk komt het erop neer dat we een platform zijn waarin iedereen die iets voor kinderen te betekenen heeft bij ons mag komen. En we ze uitnodigen om samen met ons zich te presenteren aan de Surinaamse kinderen. Jullie gaan straks fietsen. Wat doen jullie allemaal nog meer met de kinderen? Vandaag fietsen we eigenlijk als ja, een beetje voor de, ja, symboliek ervan. Het is natuurlijk healthy lifestyle, hoort bij fietsen. En eigenlijk kinderen op een leuke manier bezighouden. Ik weet zeker dat een heleboel van deze kleine kinderen nog nooit door de stad zijn gefietst. Want de ouders vinden het misschien te gevaarlijk. Of vonden het wel leuk, want het is een activiteit die ouders samen moeten doen met hun kinderen. Haal de kinderen weg van hun telefoon, tablet en iPad. En dat is natuurlijk ook een belangrijk doel. Zaterdag 31 augustus en zondag 1 september is de Palmetuin gevuld met zeker 90 stands waarin er een heleboel mensen allerlei activiteiten voor kinderen zullen aanbieden. Dus toegang naar de Palmetuin is voor ouders 15 SAD, voor de kinderen gratis. Alle kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen en dan kunnen ze of gezellig spelen of leuke dingen doen of gewoon wandelen en genieten van de gezelligheid die in de Palmetuin te bieden is op zaterdag en zondag.